Als je onder invloed bent van drank, drugs of medicijnen en je besluit toch om de auto, de fiets of de step te gebruiken, wel dan ben je niet enkel strafbaar, nee, je bent ook een gevaar. Een gevaar voor jezelf en voor anderen. Want je denkt dat je de controle hebt over jezelf, maar eigenlijk spelen deze drugs met je hersenen. Laat ze niet met je leven spelen. Kevin, je was onlangs te zien in een reportage van Brussel over drugs in het verkeer. Waarom heb je hier aan deelgenomen? Ah, wel, Sophie, omdat dat een thema is die mij persoonlijk aanspreekt. Ik ben al een paar copains verloren door drugs en alcohol aan het stuur. Vrienden waarvan dat de kinderen ja, het zonder vader moeten stellen nu. Daarom ook dat we die campagnes hebben gedaan voor Brus. Voor een keer te zien wat de mensen ervan denken. Zijn ze zich bewust van hoe gevoelig dat het wel is? Ja, dat is er. Zijn de autist? Normaal gezien is het oké. Zijn er nog andere manieren om te zien als er iemand ja, onder een invloed van drugs is? Ja, nou, daarvoor hebben we eigenlijk een checklist. Dus als wij zien dat de meneer bloedoorlopen ogen heeft, plakkerige mond, zijn gedrag, dan kunnen we overgaan tot die controle. Ik zit in ons Justice Paleis, symboliek, waar we spreken van nul tolerantie. Don't dope and drive. Geen drugs in het verkeer. Qua kilarief. Kon ik je zien als ik mensen vind voor erover te klappen? Drugs in het verkeer is naar boven aan het gaan. Ja. Drugs en accidenten en zo. Ja. Verbaast u dat? Of niet? Dat het mij verbaast? Nee, ik vind het niet oké, maar het verbaast mij wel niet. Bij iemand die bijvoorbeeld cannabis gebruikt heeft, zal zijn reflexen veel minder snel zijn. Bijvoorbeeld persoon rijdt op twee rijvakken totaal niet aan het beseffen dat wij 10 minuten achter die persoon aan het rijden zijn, die gaat dat gewoon niet zien. Voor drugs is er gewoon een totale nul tolerantie. Est-ce que vous avez des amis ou de la famille que vous savez qui prennent le volant sous influence? Alcool, ouais. Des joints aussi. De vaststellingen gaan sowieso naar boven. Ja, ja, absoluut. De eerste reden dat er ook meer gebruik is achter het stuur. Het tweede is, de procedure is vereenvoudigd. Les accidents, en général, dû à la drogue, sont en train de monter. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? L'opinion sur ça? Quand on boit ou on utilise la drogue, pas prendre le volant. Même pas en vélo. Même pas en vélo. Moest ik nu positief? Ja, dus moest er nu een lijntje ontbreken, kreeg je eigenlijk een inhouding van 12 uur. Dus mocht je rijden met niks, 12 uur lang. Nu, in die reportage zagen we dat je een drugstest hebt afgelegd. Negatief. Het was ooit anders. Moest je nu die test hebben gedaan 10 jaar geleden, dat het resultaat misschien anders was geweest. Ik heb veel geluk gehad in mijn leven. Ik ben er een paar keren zeer dichtbij geweest. Dus ik ben wel van bewust van de gevaren, laat ons zeggen. Daarom ook het nut van een campagne? Absoluut. Ik vind dat zo'n campagne is absoluut moeten blijven bestaan. Ik weet niet wat impact dat gaat hebben, maar moest er maar 1 persoon naar luisteren en een impact hebben op 1 persoon, dat is 1 leven dat we redden eigenlijk. Dus ja, absoluut. Iedereen is wel op de hoogte van verkeersveiligheid en hoe belangrijk dat is. Maar ik denk dat gewoon heel veel jongeren dat niet doorhebben. Hoeveel risico dat er is dat er iets gebeurt, hoeveel slachtoffers dat eruit kunnen komen. 1 op 5 van de meeste ongevallen zijn jongeren. En dat gaat heel snel. Je komt van een feestje of je hebt iets gedronken bij een vriend en bam. Een ongeluk is gewoon heel snel gebeurd. En door gewoon 1 drankje of 1 tafje kun je gewoon afgeleid zijn. Als er in een film iemand op de weg ligt, is dat heel dramatisch. Maar daarna zet je tv uit en gaat je verder. Als dat in het echte leven gebeurt, kun je niet gewoon zappen en verder gaan met je leven. Het leven is geen televisie, Lies. Denk aan de mogelijke slachtoffers. Jij zal misschien niet gewond zijn en de persoon achter je niet. Maar er is iemand die heel onschuldig, nuchter, van punt A naar punt B ging en die door u misschien slachtoffer kan zijn. Het is nooit te laat om nee te leren zeggen. Gebruik je verstand in plaats van drugs. Dan agenda gelijk, gezeten bij u.